De samenwerking met Gerig Goor was echt een groot succes. Er zijn meer dan 7000 nieuwe vrijwilligers aan de slag gegaan voor het Ouderenfonds. Van noord tot zuid in heel Nederland zijn de vrijwilligers hard aan het werk. Maar behalve vrijwilligers hebben we ook heel veel uitjes gekregen. Dus we gaan straks weer met de ouderen naar het strand. Daar gaan we. Wat een belevenis zo, hè. Wat zegt u? Wat een belevenis zo, hè. Mooi. Is toch prachtig? Ja, dat vind je nergens. Zullen we nog even gaan racen, Piet? Ja, prima. Stukje racen. Okay. Hou je goed vast. Heel. Ja, Piet, de benen worden bijna nat hoor, hè? Ja, en de vouwen eruit. Behalve de stranduitjes doen we natuurlijk nog veel meer. We hebben de breiclubs, de boodschappen plusbus. En alles wordt gedaan door vrijwilligers. Een van de vrijwilligers die zich heeft opgegeven bij Geer en Goor is Paulien. Ze zit hier naast me. Ze zit in 6 VWO. En ze is al een paar maanden aan de slag als vrijwilliger. Jij zag het programma en je hebt je opgegeven als vrijwilliger bij het Ouderenfonds. Ik zag het programma met veel plezier. En ik zag ook hoe hard het nodig was dat er meer vrijwilligers kwamen. En ik dacht, ik kan een steentje bijdragen. Dus ik heb me gelijk opgegeven. Wat doe je voor vrijwilligerswerk? Ik doe vrijwilligerswerk in een zorgcentrum bij mij in de buurt. Eén keer in de week. En daar help ik bij de creatieve activiteiten. Met ouderen begeleid ik. En vind je het leuk? Ja, ik vind het heel erg leuk. Ik haal de mensen op en dan vraag ik of ze zin hebben om bijvoorbeeld de kaart te maken. En dan zie ik ze eigenlijk gelijk al helemaal opfleuren en gaan ze met veel plezier mee naar beneden. Wat fijn dat je er zoveel plezier aan hebt beleefd. En we merken dat er heel veel vrijwilligers met heel veel plezier dag in dag uit vrijwilligerswerk doen voor het Ouderenfonds. We krijgen ook nog steeds nieuwe aanmeldingen. Geer en Goor hebben echt wat teweeg gebracht. Ze hebben laten zien hoeveel plezier je kunt hebben met ouderen en dat vrijwilligerswerk echt heel erg belangrijk is. Wij willen jullie als vrijwilliger heel hartelijk bedanken voor je inzet en dat je je aangemeld hebt. We zijn ook heel benieuwd naar jullie verhalen. Like onze Facebookpagina, daar kun je ook je verhalen op wegschrijven. Iedereen die ons de afgelopen maanden gesteund heeft, heel veel dank. Want als je alles hebt gehad.